Nou, kom op, pannenkoek. Ja hoor, kopgoal in FIFA 20. Ik heb nog nooit zoveel kopgoals gezien. Ik heb in mijn hele FIFA 20 spel, ik heb bijvoorbeeld in mijn team 800 potten gezet. Ik heb denk ik 4 kopgoals gescoord. Hier worden dan 4 kopgoals in 3 wedstrijden gemaakt. Wat is dit, man? Yo, kijkers van Team Plagiaat, welkom bij alweer aflevering 7 van Harry Hanekamp. Nadat we de vorige aflevering in de laatste pot hadden gewonnen, zijn we nu eindelijk weer een beetje op die stijgende lijn. We moeten nog 7 punten om weer aan te sluiten bij de promotie. We houden de hoop erin. Nog steeds topscorer, dus ik zou zeggen laten we lekker doorgaan. En ook is natuurlijk nog een transferverzoek lopende, waar als we mooie clubben daar nog wel even blijven. Absoluut. Oké, let's go. Kom op. Laten we deze aflevering een keer goed beginnen in plaats van... Nou, vorige keer 1-1, maar... Diep. Keeper komt. Ah, ze hebben ze nog gemist. Juk. Diep. Prachtig. Nog een keer. Oh, Sjaak. What the fuck doet die gozer, man? Oh. Oké, ik heb Kerman buitenkant voet. Gaan we zo even aanzetten, want met de rechts kan hij nog helemaal niks. Oh. Schop weg. Oh. Oké, dan zijn we er in een razend tempo uit. Terug. Oh. Echt? Gezien. Ik ben bij. Ik kap de eerste paal. Kutstooi. Ja! De eerste beweging. Ja. Afleggen, joh. Gast, die eerste beweging ging slecht, man. Tweede paal. Grabada. Damn it. Kom. Ja, helemaal vrij. Hij staat helemaal vrij. Wat een ramp zeg. Wat een ramp. Wat erg. God verlos me. Helemaal vrij. Ach, ach, ach. Jezus. Wat doen? Wat moet ik hier tegen doen dan? Ik kan hier niks tegen doen. Die bal wordt gewoon als een magneet naar zijn hart geschoten. Rustig, niet boos worden. Oh sinds god. FIFA 20 kopgoals werken toch niet? Diep. K***t voor alleen maar van die goals tegen. Daar word ik echt, ben ik helemaal klaar mee. Oh. Ze kennen gewoon allemaal vrij doorlopen. Ze kennen allemaal vrij doorlopen. Ik weet het niet meer, Sjaak. Ik ben het kwijt. Ik weet niet meer waar ik moet staan. Hij is het kwijt. Ik word helemaal zoekgetikt. Echt, kruisen, ronddraaien zich eraf. Oh god. Jona geeft die herhaling van die... van die ene op één kant. Ik moet echt mijn kans beter afmaken. Dat is ook een dingetje, hoor. Je bent even helemaal bijster met het spel. Zo zie je maar, jongens. Ook de almachtige Erik Jan kan zijn dipjes hebben. Ik heb geen idee. Spel nou met een goed elftal, hoor. Ja, met een stuk stront op die. Kijk, Selina. Selina Gomez. En Ayu en Dyer. Nou. Godvernauwens even een pot winnen. Gaan we wel voelen met even van de mat spelen. Oké. Zet hem maar aan de kant. Prima.
Ja. Hè. Boom! Zo, het is tijd. Keurige finish ook. En hij schaatst erbij. Hè. Zo, die zit er ook goed in. Nou, kom op, pannenkoek. Ja hoor, kopgoal in FIFA 20. Ik heb nog nooit zoveel kopgoals gezien. Ik heb in mijn hele FIFA 20 spel, ik heb op Ultimate Team 800 potten gezet. Ik heb denk ik 4 kopgoals gescoord. Hier worden gewoon 4 kopgoals in 3 wedstrijden gemaakt. Wat is dit, man? Je hebt nog een linie, maar ik ben met je mee. Nu binnendoor, ja. Let op die tweede paal. Oh, die tweede paal, Sjaak. Sorry. Ja, oké. Het is nou belangrijk dat we gewoon eerst... Maar je zegt, let op die tweede paal. Ja, die tweede paal. Dan loop ik met 2 man. Dus ik dacht, ik ga tweede paal schieten. Oh, Muldertje. Dat was een belangrijke redding. Uitgespring door Hector. Komt hij terug? Kom naar buiten, waar komt hij buiten? Hup. Yes! Oké. Oh, die was even nodig. Eigenlijk terugleggen op jou, maar die ander snopen voor. Lekker. Nou jij nog een doelpuntje? Katrooi. Je neemt aan. Goed. Oh god. Sta ik daar net weer. Voor de mensen die illegaal niet zien, hij is dan net niet aan het huilen. Ik heb nog nooit zoveel kopgoals gezien in FIFA 20. Ik dacht dat dat onmogelijk was. Nou, dit zijn alleen maar... Dit is gewoon grappig. Zoveel kopgoals. Ik krijg alleen maar kopgoals tegen. Oh, mooie bal. Godverdomme. Wij doen niet aan kopgoalscore, alleen de tegenstander. Nou, hallo, die Ayu. Oh ja. Dat was de beste kopbal wel. Diep. Lekker balletje. En daarbij. Hey, hoe kan je kappen? Kan je die nog halen? Ik snap het niet hoe die gozer sneller kan zijn dan mij. 89. Slinsheid heb ik. Kom maar. Ai. Oké, 2-2 tegen Fulham. Kan ik niet klagen, maar 2 kopgoals tegen. Springen. Ja, daar heb je echt wat aan. Dat maakt een verschil. Nee, ga ik misschien... 1 nanometer, hè? Dan ga ik misschien mijn koptoals winnen. Wie weet, vriend. Ja, 25. Nou, we gaan in ieder geval niet degraderen. Nee. Dat is het. 25 punten. En de lijn, dat is... 10 punten nu. Ja, dat volgens mij. Maar kijk, Huddersfield waar we tegen speelden. We hebben dus tegen Huddersfield gespeeld. Daarna Fulham. En nou West Brom. Oh. Het sneeuwt. Leuk. Oh, spelen we dan met zo'n gele kutbal? Wij zijn al net niet hard genoeg, nee. Nee. Hier staat een goede kleur, dit vindt het niet. Ja, dit kan op zich wel, ja. Zet er eentje tussen, ik gooi met. Nieuwe vreugde dansen. Woehoe! Ik hou de druk hoog. Huh? Nam hem aan. Ah. Kom op, Jan. Hij werd even omver gespeeld.
Ja, kom maar. Die gasten kunnen ook echt niet schieten, dus. Ja, ze hebben ook niet echt een lekker schot in huis waarvan ik zit. Nou. Diep. Oh, en die bal kwam zo op maat. Ik zat precies te wachten totdat je hem nog net kwijt was, maar hij schopt jou nog even lekker neer. Ik weet het niet meer. Ik heb geen grip op ze. We krijgen kopgoals tegen. Nou, de eerste keer weer een schotdoelpunt tegen in 5 wedstrijden. Ook een unicum. Oh, jongens. Dit is een goeie. Dit stop. We hebben 1 punt gewonnen, toch? Yeah. 1 punt. Hoeveel staan we? 15e. Steady. Steady op die 15. Net als ons spel, net niks. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Ja, deze aflevering eindigt een beetje zuur, maar de volgende pot is Blackburn Rovers, waar staan die? Die gasten zou ik ook niet meer topscorer zijn. Oh, nog wel. Nou, 16. Nou, we hebben er vertrouwen in voor die volgende. We begonnen met 4. Oh, en we checken jullie de volgende keer weer. Adios. Doei, joh.